Arjen, ik begin met een paar citaten van jou. Oh. Een christelijke opvoeding is de grootste brainwash ever. Christenen kunnen niet genoeg dwarsgezeten worden. In woorden en wetten. Het is allemaal gewoon pertinente onzin. En dan ging het over het geloof. En, de mooiste wat mij betreft, elke keer als ik Thijs van der Brink iemand zie interviewen, denk ik, ja, maar hij is gelovig. Wat weet hij nou? Ja. Ja, dat is toch, ja, over welke wil je het hebben? ik wil eigenlijk vooral vragen, hoe gaan we hier een goed gesprek van maken? Oh, ik denk dat dat gewoon heel goed mogelijk is, toch? Ja? Maar kan dat met mensen die geloven? Want die zijn heel raar, als ik jou goed begrijp. Ja, maar het is heel leuk om gesprekken te voeren met mensen die raar zijn. Daar valt goed mee te praten. Ja, als ik met iemand praat die precies hetzelfde denkt en heel normaal is, dan zijn we snel uitgepraat. Ja. Maar er zit ook een ondertoon in van, dat kan ik niet serieus nemen. Ergens zit er wel een ondertoon, ik denk, oh ja, maar hij denkt dat er een opperwezen is dat een plan voor ons heeft en dat de wereld bestuurt. En dan moet ik daar inwendig al een beetje om gniffelen en aan wennen. Ja, maar je kan hele goede gesprekken voeren met mensen die je op sommige gebieden totaal niet serieus neemt. Dat staat een goed gesprek niet in de weg. Nee. Kijk, we zouden geen beste vrienden kunnen worden. Echt niet? Nee. Oh, wat jammer.